Er moet geïnvesteerd worden in stations om instrumenten te vervangen. Er wordt preventief correctief onderhoud uitgevoerd. We huren daar terreinen. De datacommunicatie kost geld. Dus ja, het levert zeker wat op. Maar het zijn geen enorme bedragen. Alleen ja, het KNMI uiteindelijk moet zijn begroting van rond krijgen. En dat heeft dus ook de kleinere bedragen. Die helpen daar wel in mee. Overigens moet ik er nog wel even bij zeggen. Het is een voorgenomen besluit om deze stations te sluiten per 31/12 dit jaar. We gaan natuurlijk nog wel in gesprek met andere overheden om te kijken of daar nog andere financieringsbronnen zijn. Dus het is in die zin dus nog niet helemaal definitief. Maar laten we zeggen, vanuit de KNMI financiële middelen gezien hebben we daar dus de ruimte niet meer voor. En zullen helaas moeten sluiten. Bij de opening van Nieuw-Beerta is vermeld dat toen eindelijk heel Nederland in kaart werd gebracht. En meteen was dat punt ook het meetstation waar de koudste temperaturen in de winter werden gemeten. Ja. Betekent dit nu dat u met het sluiten van deze weerstations toch weer niet het hele gebied beslaat? Nou, zo absoluut is het natuurlijk niet. We verkleinen de dichtheid van ons waarnemingsnetwerk in Nederland. Maar daarmee wil natuurlijk niet zeggen dat we geen zicht hebben op het noordoosten van Nederland. Er staan van onze zusterorganisatie, de Deutsche Wetterdienst, staan aan de andere kant van de grens ook waarnemingsstations. En we hebben natuurlijk ook onze modellen die op basis van de overgebleven waarnemingsstations een hele goede inschatting kunnen maken van de temperatuurverdeling. Bijvoorbeeld in Nederland, we hebben de neerslagradar, radars moet ik zeggen, die natuurlijk ook heel veel informatie geven, hebben neerslagstations, vrijwillige neerslagstations ook in deze omgeving. Dus het is niet zo dat wij vervolgens geen zicht meer hebben op dit stukje van Nederland. Het is wel zo dat de nauwkeurigheid verlaagd wordt van de metingen, maar dat is niet alleen voor Groningen, dat is voor heel Nederland. Omdat ons waarnemingsnetwerk een stukje minder dicht wordt. Daar staat ook weer tegenover dat er allerlei andere bronnen van informatie zijn. Als gevolg van bijvoorbeeld voortschrijdingen van de techniek. Waardoor wij ook via andere routes dus informatie beschikbaar krijgen die ook relevant zijn. Ook voor deze omgeving.